Die boekjes uit elkaar geplozen. En daar zitten nou dus alleen nog maar losse blaadjes in. Maar ik dacht, dit is wel leuk misschien. Want als je gaat praten, dan moet het ook nog wel. Kan ik wel bijvoorbeeld reclamefolders gaan laten zien en dan praten. Maar dan zit je steeds in hetzelfde. Misschien is dat nu bij jullie in jullie land, zeg maar, wel zo. Maar bij ons is het volgens mij wat minder als vroeger. Maar met kerst had
had je dan van die rode lintenachtige dingen. Dat kon je dan op het raam plakken. Sorry. En dan spoot je van die witte troep op het raam. En allemaal figuurtjes. En weet ik veel wat. Maar die rotzooi krijg je dus met geen mogelijkheid meer van het raam. Dus ik ben niet zo van het raam versieren. Maar ja. Zo modern is het niet meer, maar ik heb ook geen idee wat het vandaag. Kijk, dit vind ik wel weer heel mooi. Die, zo'n slaapkamer. Ja, ik kan wel zeggen wat ik mooi niet mooi vind. Ik hoop niet dat ik mensen kwets misschien. Zogenaamd eten mee. Maar dat at ik dus zelf op. Alleen, dan ging ik met de pop naar het parkje toe. En dan ging ik op een bankje zitten. En dan gaf ik het popje eten. Ja. Dit is meer voor kinderen.
stenen. Dan maak je een steen, die verf je op. En die leg je ergens neer. En zo vindt iedereen, die kan dan gevonden worden door iemand. En die kan hem dan weer verder verstoppen of weet ik veel wat. Het is bij ons. Wie vindt het nou niet leuk om een mooie steen te vinden? Ik ben zelf alleen nooit... Oh ja, dat komt alweer. Heel negatief.